Ja, einde van deze rechtstreekse NOS-reportage, dames en heren. Zoals Hans Soet u net al meldde, vanmiddag om 16:45... via de zender Nederland 2 kunt u een korte samenvatting van dit programma zien. En het is misschien best aardig om dat nogmaals te bekijken. Aansluitend aan dit programma volgt alleen nog het nieuws voor doven en slechthorenden. Namens de NOS wens ik u nog een hele fijne Koninginnedag. En mocht u vanavond naar een van de Oranjebals gaan, veel plezier. Dag dames en heren.